Goedendag, beste kijkers. Welkom in Studio Den Bos met volgend thema: Kunstmatige baarmoeder moet vrouwen bevrijden. Het verwekken van kinderen moet in de toekomst zonder ouders plaatsvinden. Het beste in fabrieken waarbij bepaalde concerns deze opgaven zouden overnemen. Dat precies verlangt de leidinggevende Britse bioethica Anne Schmader in haar nieuwste studie Research Priority and Future of Pregnancy aan de Universiteit East Anglia en gepubliceerd in het Cambridge Journal. Als schrijfster van boeken over dit thema heeft ze zitting in diverse comité's als ethica-raadgeefster. Ze eist dat in een werkelijk liberale maatschappij de natuurlijke zwangerschap en geboorte van een kind niet meer getolereerd zouden mogen worden, omdat deze met gevaren, pijn en grote beperkingen voor de vrouwen verbonden zou zijn. Smajor wordt door de Wellcome Trust, een stichting voor medisch onderzoek, gesponsord... die in 2010 ook de film In Vitro financeerde. In deze film wordt het verhaal van een wetenschapster getoond... die met zaaddraden, gemaakt uit haar beenmerg, een eigen ei bevruchtte. Zo wordt dan onder de mantel van de liefdadigheid... en gecamoufleerd als medische vooruitgang, het perverteren van de mensheid... Weer een stuk verder versnelt. Ik zie u graag terug bij onze volgende uitzending.